Hallo mensen, welkom terug bij Portal aflevering 2. Vorige keer waren we gebleven bij testkamer 6. Ik zag op de save file zag ik testkamer 4 staan, dus... Maar ik denk dat dit wel ongeveer klopt zou. Ik had er eigenlijk naar moeten kijken, maar daar heb ik geen zin in. We hebben nog maar één portal gun, zo te zien. En ja, zoals jullie zien, weer eens een keer met facecam. En dat is wel, ja, is wel geinig. Deze bal die moet hierin komen, dus wat doen we? We zetten daar gewoon. Lek. Zo. Balletje komt eruit. Unbelievable. Wee! You. Subject name here. Must be the pride of. Subject on calm here. Oké. Ik vind Portal op zich een best leuk spel en daarom doe ik het ook. En ja, dit is de 1, 2, derde serie die loopt op mijn kanaal. Ik heb op dit moment 4 series lopen. Minecraft, Test Drive Unlimited 2, Portal en natuurlijk The Sims 3. Ja. Ik heb alles trouwens ook al uitgedacht. Van, ik heb een heel schema gemaakt van games die ik op mijn kanaal heb. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Oké. Fijn om te weten. Wow. Waarom lag ik zo vaak? Is niet leuk. Good. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Auw. Dit was niet bepaald van bedoeling, denk ik. Good. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Oké, als we nou hier zo gaan staan, dan moet het goed komen, denk ik. Ik moet er nu goed uitdenken. Oei. Dat ging net goed. Nou ja. Dat is leuk toch? Ik vind het ook wel geinig met facecam, want dan zie je dus eigenlijk hoe je af en toe kan race in dit spel. Van ja, je moet het weer opnieuw doen en weer dat ene rol level weer doen. Dat is af en toe echt vervelend. Dus daarom doe ik het met facecam. Weten jullie dat ook direct weer? En dat doe ik niet bij elk spel, hè, want anders wordt het echt gewoon, ja, te veel zeg maar. Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Yo. Wat doet die bal daar? Auw. Kak. Oké. Dat is ook weer duidelijk. Je moet eerst wacht even. Zo. Zo moet ie. Zo. Zo. Dit moet hem zijn. Denk ik. Toch? Nice. Oké. Dat is hier. Zullen we nu daar eentje plaatsen? Radio. Leuk. Had ik helemaal niet door. Je kan niet inzoomen. Ben ik zo erg gewend van Minecraft en zo. Dan kan ik met Optifine kan je dan inzoomen. Zo handig. Ik vind hem een beetje hard staan trouwens. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik vind hem hard staan. Ik heb het al bijgesteld hoor. Zo, hier naartoe. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Testkamer 9.
9. Ik heb trouwens een dagelijks AD goedgekeurd ingestuurd. Als het goed is. Ik heb hem vandaag gerenderd en ik weet niet wanneer dit online komt. Wanneer? Ja, ik weet natuurlijk wel wanneer dit online komt. Maar ik heb een. Oké. Dan gaan we dit dus juist wel proberen. Ik heb een gastrol dus ingestuurd. Naar dagelijks AD. Dat is een goedgekeurd video, zo heet dat ook wel. En zo kunnen dus kleine kanalen zoals ik, kunnen dan groter worden. Nou, en dat vind ik op zich wel fijn om te hebben. Zo nog goed gekeurd. Want dan kan ik dus later, wanneer ik een beetje groter ben, laten we zeggen 1000 abonnees of zo. Dat duurt nog een hele poos, maar misschien gaat het wel ontzettend snel met zo'n goed gekeurd. Maar dan kan ik dus partner worden. En dan kan ik ontzettend veel nieuwe functies doen. En dan kan ik... geld verdienen met mijn video's. En dan kan ik dus vaker games voor jullie kopen en zo. En dan heb je dus vaker. Heb je gewoon ontzettend vette spellen op mijn kanaal. Nou, Gladys, haal dan alsjeblieft je mond als je zo gaat doen. Want dit is niet leuk. Oké. Oh, hier is een platform. Oké. Dit zorgt nog wel eens voor duizeligheid in een spel. Weten jullie dat ook even? Want dit kan nogal eens vervelend zijn later. Oké, daar komt de portal op te staan als het goed is. Of... Nee, daar is de portal. Zo moeten we hier de portal op plaatsen. Wat een zielige muziek trouwens op dit... In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Wat een humor hebben we hier trouwens. Is me nooit opgevallen dat hier zulke muziek bij zit. Misschien opties. Heb ik dan de muziek aanstaan of zo? Geluid. Muziekvolume. Muziek vind ik niet leuk. Nee, muziek zelf vind ik ontzettend leuk, maar... hangt van de soort muziek af. Game muziek vind ik meestal niet heel leuk. Zoals bij Minecraft. Dus vind ik ontzettend vervelend eigenlijk. Die muziek. Die vind ik gewoon niet mooi. Dus daarom heb ik ook nooit een jukebox of zo. Die zet ik nooit neer. Omdat ik... Ja, als ik muziek wil hebben, dan zet ik wel mijn eigen muziek aan, zeg maar. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. En dat... Oké, vet. Oh ja, hier moet er nog zo. Maar kijk, als ik muziek wil hebben, dan zet ik dat zelf wel aan. Snap je? Zo, daar plaatsen we een portal. En dan wachten we totdat hier ook een portal komt. Nu kunnen we dus de oranje portal gaan halen. Hier gaan we naar beneden. Moeten we wachten totdat we weer bij de andere komen. Dat is heel gedoe hoor. Nee, niet deze. De nog weer andere. Deze. En dan staat het ding ons op te wachten. En dan gaan wij naar het midden toe, zodat wij de oranje portal gun kunnen krijgen. En deze schiet dus oranje portalen af, dat zie je zelf ook wel. En dan kunnen wij dus oranje portals plaatsen zelf ook. Hup. Bam. Mouse toe. Bam. Oké, leuk.
Ik denk trouwens dat het zometeen wel goed is om te stoppen. Want ik zie dat we al 10 minuten bezig zijn. Dus, volgende testkamer is volgende aflevering. Dan zijn wij in testkamer 10, als ik het goed heb. Ja? Want dit spel heb je redelijk snel uitgespeeld. Dus daarom doe ik niet zulke hele lange parts. En dat is ook voor mij een beetje... ik heb meestal niet heel veel tijd om te renderen en zo. Omdat ik met school zit en dat soort dingen. Dus dan heb ik ontzettend weinig tijd. En nu wil ik wel even gewoon voor jullie even een video online hebben. Dus dan daarom doe ik dat zo. Testkamer 12 is dus... Serieus, zoals... Zijn we al zover? Oké. Testkamer 12, volgende episode. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!